op Wilmeri komen. Maar ik weet niet hoe laat ze beginnen. Ik weet niks, dus ik ga nog even op de Bonnaroo erheen om te zien. Zijn ze al bezig? Zijn ze er nog niet? Dan ga ik vragen stellen aan mensen die er wel zijn van, weten jullie meer dan ik? Ja, en ik wil wel eens die naam weten, weet je, van die fietsen. Ik heb het Mary ook laten zien. Dat, ja, tegen windauto. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen lezen. Dat moet denk ik voor jullie nou wat te lezen kunnen zijn. Dus ja, dat heb ik laten zien. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag ultra warm, 29 graden weer, ja. Ik heb een rotnacht gehad. Ik heb die ene video die door YouTube, dankzij die persoon zijn schuld, het is dus wel een hij, die mij dus ook bedreigd had op straat om een filmpje. Dat filmpje met die foto erbij in bij dat gedicht met die vrouw op een bankje op een regenachtige dag. Ja. En daar had ik een gedicht bij. Nou, dat schijnt ook niet te mogen zeker. Dat, maar ja, daar schijnt niks meer te mogen. Nee, je mag helemaal niks meer. Maar ja, YouTube is wel tegen hun eigen wetregels die ze hebben opgesteld ingegaan. Want op straat mag je filmen. In je huis mag je ook filmen. Ik zit hier in de kou. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval. Daar ben ik mee bezig geweest vannacht nog. Ik zou het vandaag doen, maar ik denk nee. Hij moet erop, punt, klaar. Dus daar ben ik mee bezig geweest. En zelfs Karin die heeft me nog een klein beetje geholpen. Want ik wist niet hoe ik het hebben moest. Want ik had dit nog nooit eerder bij de hand gehad. Dus ja, dankjewel lieve schat. Ben je zeer erkentelijk ervoor, zeer dankbaar. Maar in ieder geval, geniet trouwens van je dag. Ja, het is prachtig mooi weer. Tenminste, ja, het is een beetje... Het is niet echt zo'n blauwe lucht. Er hangt wel eens van dat sluierbewolking als ik het zo bekijk. De zon die schijnt, het is bloedje heet. Ik denk dat het ook benauwd is, maar dat weet ik nog niet zeker. Want ik ben net beneden. Wel heb ik al een telefoontje gehad van onze Mary. Mary Hokken. Maar ik ben vannacht eventjes het hoekie om geweest. Ja, oftewel van de wereld af. Ik was eventjes een paar seconden flauw. Ja. En toen lag ik op de grond dat ik mijn ogen weer open deed. Ja, kan gebeuren. Nee, ik heb gelukkig geen pijn nergens. Nee. Ik had even nou net wel hoofdpijn, maar ik denk nou even een aspirintje, tenminste even medicijnen en dan nog even leggen. Nou, dat heb ik gedaan en toen het is over. Ja, woepie, ik hoop niet dat het weer komt, want het is wel heel warm, ook in huis. Dus ja, daar kun je niks doen, ik kan die ventilator wel aan doen, maar ik vind die ouderwetse ventilatoren, vind ik vele malen beter dan die moderne dingen. Ja, er staat hier zo'n modern ding naast me. Maar ja, ze geven allebei herrie. Nou, dan moeten ze nou eens een keer een goede uitvinden die geen herrie maakt. Ja. Maar oké, ik ga toch even met mijn meisjes uit, maar ik ga niet een heel blok om. Ik ga lekker even langs de gracht op en neer. En dan kunnen ze ook wat doen. Dus ik zeg aan lieve vrienden, geniet van je dag. En pluk de dag. Maak er wat van, maak er een feestje van. Want het is jouw dag en niet die van een ander. Dus je moet zelf je slingers alleen nog even ophangen. Dus lieve vrienden, geniet ervan en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ga me weer klaarmaken en jullie gaan mee. Ook deze camera, ook mijn mobiel, maar ik ga onderweg niet filmen. Nee, enkel daarginds. Maar ik ga eerst gewoon even een rondje doen om te kijken of ze al bezig zijn, want ook Wilmeri komen. Maar ik weet niet hoe laat ze beginnen. Ik weet niks, dus ik ga nog even op de Bonnaroo erheen om te zien. Zijn ze al bezig? Zijn ze er nog niet? Dan ga ik vragen stellen aan mensen die er wel zijn van, weten jullie meer dan ik? Ja, en ik wil wel eens die naam weten, weet je? Van die fietsen. Met die grote dingen erop. Ja, ik weet het niet hoor. Nee, ik weet het echt niet. Maar oké, we gaan er even vandoor en ik zie jullie later wel weer hoor. Ja, komt helemaal voor elkaar. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer thuis. Ik heb even een ommetje gedaan. En ja, helaas, ik heb niet gefilmd. Nee. Want ze waren bezig aan het op te ruimen. Maar, ik weet nou de naam van de fiets. Ja. Dat is een... Het is eigenlijk nog geen fiets. Tegenwindauto. Dus ja, een rare benaming. Ja, ik heb ook de organisatie de naam. Dan kan ik het eerste woord wel lezen, fatsoenlijk in het Engels. Dat is Racing Aeolus of zoiets. A-W-E-A-L-U-S. Dat hoort aan Racing. Racing Aeolus. Zoiets. Ik weet niet hoe ik het uitspreken moet, nee. Dus dat gaan we vanavond even ook opzoeken. En ik ben ook even bij Mary geweest. Maar ja, daar zat Jaap. En lekker even een bak koffie gehad. Dus ja, helemaal even gezellig. Lekker aan het keuvelen en daar horen geweest. Ik heb het Mary ook laten zien. Dat, ja, tegenwindauto. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen lezen. Dat moet denk ik voor jullie nou al te lezen kunnen zijn. Dus ja, dat heb ik laten zien en gelijk ook opgezocht op mijn mobiel op internet. En toen kwamen ze inderdaad tevoorschijn. En kijk, maar ik weet nou ook van hoe laat het laatste zijn, want ik heb met Nederlanders gesproken. En een daarvan, die herkende mij nog van een aantal jaren terug. Dus ja, als het andere jaar doorgaat, dan ben ik natuurlijk van de partij. En het is van 10 tot 4. Dus ja, dan ga ik er gewoon aan het begin van de middag erheen. Als ik de meisjes heb uitgelaten in het begin van de middag, dan er gelijk heen. Maar ja, nou moet je weten wanneer ze het weer gaan doen. Het weer moet er naar wezen, het moet niet windstil zijn, het moet wel een bries staan, noem maar op. Het mag wel warm zijn, maar het moet toch een bries zijn. Dus ja, we wachten het allemaal vol spanning af wat het leven ons te bieden heeft verder nog. Want je weet het maar nooit in deze maatschappij. Wat ik nu wel ga doen, en dat weet ik ook, dat is mijn zonnescherm omhoog halen. Dan wordt het weer een beetje lichter. Het gordijn blijft nog dicht. Nee, die kunnen ook wel weg, geloof ik. Dicht, open bedoel ik. En dan ga ik de meisjes uitlaten. Ik weet het, het is weer reeds laat. Het is 18:53. Nou ja, dat komt omdat ik net bij Mary vandaan ook gekomen ben. Dus, maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie. Nou ja, dag, ja, daar hoort de avond toch bij, hè. Dus geniet er gewoon van. En moet jij nog eten, net zoals ik, smakelijk eten, bon appétit. Voor degenen die al gegeten hebben, mag het wel bekomen. Dus zeggen, geniet ze, hè. Nou, kijk eens hoe mooi die lucht is. Dat is zo mooi, zo mooi. Ik vind het mooi, hè? Die zon er net een stukje erbovenuit. Ja. Ja, echt waar. Dat is mooi, hè? Ja. Super. En daarmee wens ik jullie gewoon allemaal, lieve vrienden, een hele fijne liefdevolle avond toe. En tot later. Goedenacht, lieve vrienden. En ja, ik ga ook een keer een einde maken aan de dag. Want het is alweer een volgende dag. Het is namelijk, even op de computer kijken, 3:38, dus dat is al wel lekker laat, ja. Maar ja, ik moest nog even een map verplaatsen en ja, die map die is bordenvol. Maar hij is nou alweer op 94%, dus ja, het gaat nou lekker hard, het laatste stukje. Maar ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele goede nacht. Slaap lekker, slaap zacht en ja, gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht. Promise to you, my friend, I'll be there for you till the end of time, by your side.